Uiteindelijk hadden we gemaal een weekje van een vent. Een heleboel te vertrekken hoe het allemaal in elkaar zit. Heel veel te vertellen. Hij heeft een heel leger aan fans meegebracht. Dat horen we maar graag. En het wordt natuurlijk steeds moeilijker om het juiste plaatsje op de baan te zoeken. Waar nog geen gaten zijn gegraven. Want als je eenmaal, zeker aan het einde, in een spoor valt van een voorligger, dan is de kans groot dat je ook in hetzelfde gat valt. Maar het gaat lekker. En hier vandaag gezien zijn we door de 90 meter. En het rolt nog steeds. De vaart zit er nog lekker in. Ja. En wat een snelheid zit er nu in. Maar kijk, waar wordt alweer geprepareerd. Terwijl we nog aan het trekken zijn. Het zal nu zo een beetje afgelopen zijn, denk ik. Juist. Maar ik denk tot nu toe de verste afstand, schat ik zomaar in. En voor degenen die dat allemaal eens willen volgen, je ziet nou die gerichte bak met Bert Maassen erop naar voren lopen. En de sleepwagen, de sleepvoet moet ik zeggen, en nog eerst nog 2 centimeter onderaf de achterkant. Nu nog 1 centimeter. En als hij in de buurt bij de 50, 60 meter is, dan ligt hij te lang op de grond. En als hij zou voelen, zeker aan het einde van de baan, op die kleibaan, dan voelt u gewoon dat de baan helemaal warm is van de wrijving. Dan kijk, de hele baan die glimt ook. Heel die klei die wordt glad gedrukt en weggeveegd. Truus dus graag naar de Weebrug. Die gaan sowieso voor Tekenizie. Uit de oud. Heel te hoog, joh. Allemaal lekker even slik, hoor, die keer. Nou. Laat die dames er even door, hè, die twee. Een gezellige feetal. Twee stuks. Kom er even bij. Ja, kom maar. Kan jij eens even opzij met die grote checkpas, schat? Kom er even overheen. Ja, u kent het natuurlijk. Tuurlijk, dan kom je wel even een kontje geven. Kleine stap voor de mensheid, maar zo belangrijk voor de sport. 1, 2, eigenlijk ziet het er allemaal heel goed uit zo. Draai even om, dames, kom er even bij staan. Volgens mij zijn jullie een tweeling, of niet? Ja, dat klopt. Nou, ik zag dat aan meerdere dingen, maar ik ga niet in detail. Draai even op voor onze kistmisser nummer. Dan zoek ik er nog één bij. Hoe heet ze? Elsa, kom op! Elsa Broek. Jullie waren geweldig. Nou, tot de volgende ronde. We hebben een vetlaas uit de ruiten. Dus dat komt goed. Kom, kan maar gebeuren, fijn. Dat bedoel ik. Deze keer wordt gevallen. Nou, aan de andere kant, het gaat ook gelijk allemaal weer door hier. De volgende machine is de tweede ronde. Maurik Brandwijk. Ja, oh, kijk, ja, heel team meegebracht. En John Deere. Al zo weg, hoor. Oei, kan niet, verstaat niet. Maar toch. Er zit daar eventjes een bottleneckje in waar we hebben gesproken. Moeten zijn, en dat is die ook. Oftewel degene die al, ik zal niet zeggen sinds mensenheugen is, maar toch. Zolang staat die MX en Jan de Groot onder de naam van Verkeken vallen met deze machine te veld. En hier dus met de Red Fury, de bijnaam van de MX. In de strijd gaat om de afstand. De 63-12 staat nog steeds al op het bordje. En tikkie terug, daar net voor de 60 meter, houdt de motor soepeltjes aan het lopen.
en dan kunnen wij nog een heel stukje gaan. Want als je die armen op de sleepwagen ziet, daar is die ballastbak nog lang niet. Zo heel snel gaat hij nou ook weer niet naar voren. Dus betekent dat daarmee de volgende 20 meter het probleem niet echt zal zijn, maar dan natuurlijk aan het einde van de baan, daar waar die afstanden zo kort bij elkaar liggen, daar zal het dan moeten gaan gebeuren. En ook heel belangrijk, moet je op de goede plek van de baan uitkomen om het allemaal te kunnen wegzetten. Manoeuvrerend voor wat hij waard is, wordt daar in ieder geval in de laatste meters gepoogd Koning Keizer Admiraal te spelen met 170 pk'tjes in de 9 ton, waarvan het toch verschillende bijrijden die er veel meer hebben. Ja, maar joh. 36 deze. We hebben 93-44 hadden we staan en we hebben 63-12 staan. Dat wordt het sowieso onder. Dat is jammer, want die 63 die gaat ze nekken. Ja. Maar, nou als ik kijk wat er daar aan de voorkant bij hangt, ja. Dan is daar in ieder geval weinig moeite gespaard. En kijk ook eens naar die achterbandjes. Ik zal even, ik moet even ingrijpen hier. De wedstrijd is klaar, hè? Het is natuurlijk heel onbeleefd om heel even zo met je rug naar de wedstrijd toe te gaan staan. Ja, dus je bent best kies niet voor. Doe je dat thuis met één doel, ga je ook met je rug naar de tafel zitten. Wat is het nou gewoon bij jou? Voor straf ben je de volgende klas van kismis. Ja. Alleen even in de gaten, jongens. Daar zat ik ook heel niet over in dat jullie haar niet in de gaten hielden. Nee. Nee. Wat een kutting, ja. Maar het is bijna gebeurd. En als je dan bijvoorbeeld even terugdenkt aan bijvoorbeeld een Kees Sterk, dat soort mensen, die hebben dan voorbandjes met net een paar haartjes erop. Wat doen we voor de voorwaartse beweging? Maar als je wel rond losmaakt, als je ziet wat er nu achter de spoorlijn ligt, die stel dat die verder gekomen. Die heeft dan een proeftrek, dus gelukkig komt hij nog een keertje terug. Make it.
Oftewel, we toeren met de Scania. Wij gaan over de boxen. Harry, laat hem maar gaan hoor. Het ziet er woest uit, maar het is genoeg meekerk voor uw ronde drie meer. Op twee gaan, want we gaan een proeftrek over met deze Happy Boy Stoy en daarna Team Britsen. De andere FH16, dan eerst eens even kijken naar deze Happy Boy Stoy, die is mijn eerste stap, zit even stuk mee. Kijk even tussen die voorwielen, die zet daar een hele grote. Wat gebeurt? Of dat genoeg is?